Ik sport al 10 jaar, weet je nog gelijk. Ik sport je al 8 jaar. Okay, ja. Het moet ergens zo rond de 15 jaar zijn, 15, 16 jaar. Als ik kom sporten, dan doe ik meestal Zumba, Total Fitness, soms Body Pump, Cross Challenge. En dan boksen voor dames, doe ik ook mee. Dus van alles een beetje. Ik ben hier begonnen met karate. En uiteindelijk ben ik daarnaast ook gaan fitnessen hier zo. Nou, buiten het spinnen ben ik ook weer op basis van een zeg maar indringend advies van Tineke ben ik eraan begonnen. Die weet dat ik al jaren met mijn rug aan de tobben geweest ben. En die had al eens gezegd, joh, je moet echt iets met Pilates gaan doen. Dat is echt fantastisch. Ja, wat ik heel erg leuk vind hier, iedereen is vriendelijk. En het is hartstikke leuk, die mensen zijn net als soort familie. Als ik jullie zou aanbevelen, dan zou ik eigenlijk zeggen dat het gewoon een gezellige sportschool is. Waar je, waar ook gewoon veel leuke mensen, ook als ik in de fitnessruimte rondloop, dat er gewoon iedereen maakt een praatje met elkaar. Ja, laat ik zeggen, over de jaren, je komt hier binnen en dan is er eigenlijk altijd, eigenlijk in die periode was het voor mij al een beetje een warm bad. Je ziet heel veel mensen die elkaar kennen, die met elkaar ook sporten. Aan de ene kant natuurlijk individueel, aan de andere kant ook in groepen. Maar het geeft een, het klinkt bijna romantisch voor woorden, maar een soort van familiegevoel geeft het. Daarbij is de kwaliteit van de accommodatie fantastisch. Nou, ik zou zeggen, kom maar allemaal, het is hartstikke gezellig. Sporten geeft energie, geeft kracht, geeft zelfvertrouwen. Dat zijn toch een aantal belangrijke dingen die ik bij Hoogendijk ervaar. En als ik dat dan zou moeten aanbevelen, zijn dat wel ingrediënten die ik ook aan andere mensen zou willen meegeven om het uit te proberen. Als je daarmee toch op een hele plezierige manier een uurtje of anderhalf uur of 2 uur door kan brengen, ja, is toch fantastisch.